Start recording. Hi YouTube, zijn we weer. Livestream 29 mei. Blij. Hoi. We zijn nog steeds bij Team Rocket en we gaan eens eventjes kijken hoe, welke Pokémon dat hun allemaal bij zich hebben. Oh, trouwens, ik heb even iets voor jou, Mumee. Ja. Ik kun je goed een beetje zien welke Pokémon badge bij welke gym hoorde. Duurt eventjes voor jou, ik weet het. Dus zoals jullie kunnen zien, je hebt eerst Falkner, dan krijg je Bugsy, dan krijg je de Normal Type, dan krijg je de Ghost Type, dan krijg je de Fighting Type, dan krijg je de Steel Type, en er zijn er dus nog twee die we nog moeten doen. Dus, ja. Nou heb je net gezien, maak notities, according to this paper. Mimee! So you're messing with them again. You really must like Team Rocket so much. Mimee? We hebben een Eevee en een Umbreon gezien. En dan ga je tegen mij zeggen dat ik Team Rocket leuk vind? Tell me, who was that guy with the cape who used Dragon-type Pokémon? My Pokémon were no match at all. I don't care that I lost. I can beat him by getting strong Pokémon. It's what he said that bothers me. He told me that I don't love and trust my Pokémon enough because they aren't Magikarp. I'm furious that I lost a bleeding heart like him. I don't have time for the likes of you. I'm going to find some Magikarps. Me, losers, me. We maken er gewoon karakter van. Ofwel, Mumee die geeft dus helemaal niks om zijn Pokémon omdat het geen Magikarp is. Alweer een Lagging Tail? Denk aan die aflevering dat de Miauw van Team Rocket die een Magikarp wou eten. Ja, dat kon ja, niet. Ja, dat was niet goed voor je Miauw's tanden. En we hebben Swagger gevonden. Oké. Hey, Giovanni. Jij bent geen Giovanni, je lijkt op hem. We've been waiting for you. So you are Zapy. Me? You don't know who I am? It is me, Giovanni. Wat? The majestic Giovanni himself. Huh? I don't sound anything like Giovanni. I don't even look like Giovanni. How come? I've worked so hard to mimic him. I am a Team Rocket executive. I must be trying to sneak into the radio transmitter room. Well, that's not going to happen. The room is protected with a special password. The special is Hail Giovanni. Surprised to hear it from me? Knowing the password won't help you though. The door won't open unless I say the password. It only reacts to my voice. Leuk voor je. Nou, Pietro, welke Pokémon heb jij? Alleen die sprite van hem al. Oké, zijn eerste Pokémon is een Tauros, level 22, met aanvallen. I really don't care. Want wij doen één keer een Razzle. Oh nee, wacht eventjes. Ik heb nou Aquarius. Wij doen één keer een Surf. Ik denk dat dat genoeg zou zijn. Ik bedoel, Aquarium is namelijk een hele goede special attacker. En het was ook nog eens een keer een critical hit dus. En we hebben Mystic Water er ook nog eens een keertje bij. En Aquarion die gaat naar level 26. Yay. Blij. Dat is mooi. En Duskull. Nee, die ken Aquarion ook wel aan. Giovanni heeft ook geen Murkrow. Deze ook niet. Het zou leuk zijn als hij een van de Giovanni Pokémon eigenlijk zou hebben door de randomizer. Hey, Aquarion, wat is daar nou? Heeft hij hem nou niet in één hit dood? Foei. Ik bedoel, gefeind. Het is een kindvriendelijke game. Het verschil tussen Water Gun en Surf. Water Gun doet minder schade. Maar ja, dat maakt niet uit als de tegenstander nog maar weinig HP heeft. iPhone? Daar heb ik een appeltje mee te schillen. Livion, Mesblad, 10.000 keer sterkte. Team Rocket wil het extra invrijven. Ik vraag me eigenlijk af wanneer dat Livion Sword Dance leert.
stomme iPhones. I couldn't do a thing. Giovanni, please, forgive me. Giovanni is niet hier. Probeer een bericht achter te laten naar een piep. Wahaha, losing won't change the fact, bla bla bla. Daag. Nou, ren maar weg. El Giovanni! Hey, oh, en ik gebruik nog eens dezelfde stem. Ik weet niet dat Pokémon Murkrow's die stemmen ook nog eens een keertje na konden doen. Ik bedoel, Murkrow die klonk altijd als Murkrow of zoiets. Dus, nou, het is wel handig dat de beest gewoon overal naartoe loopt. En, maar volgens mij krijg je daar dadelijk de double battle met Lance. En dat gaat leuk worden. Ja, we weten dat dat de password ondertussen is. Stom beest. Hey Zeep, ik eis een schadevergoeding. Je hebt mijn telefoon gesloopt. Nee hoor. Ik ontken alles. Hi. Nou ja, één voordeel. Apple, dat is wel weer goed van Apple. Ze geven wel vaak goede garantie. Ach ja hoor, daar komen de twee mutsen. We can't take that step right like you do the play forever. Kom dan maar met die double battle. Ik wil gewoon weten welke Pokémon Lance heeft. A 2-on-1 battle that's so unfair. Typical of Team Rocket to have Eevees and Umbreons. Oké, dus we krijgen een double battle met Lance. Als ons teamgenootje. Tegen 5 Pokémon van Team Rocket. Oké, we hebben Vibrava en Sableye en Danfen. Dan is Surf eigenlijk best wel dodelijk om te gebruiken. Maar I don't care, wij willen meer Pokémon van onze, champion zien. Aquarion, doe Surf! Oh, het heeft Sableye niet geraakt. Sorry! Yeah. Wij doen nog een keer Surf. Wij zijn zo'n goede Pokémon trainer. In double battles. Met partners. Donphan die poont eigenlijk best wel. Maar ja, die is ook level 40. Dus dat is geen verrassing. Ja. Yeah. We hebben zo'n beetje de battle gemaakt alsof van ja, willen helemaal niet dat je überhaupt kan verliezen. Oké, hij protect zichzelf alweer. Oftewel, Donphan gaat neer! Aww. Sorry, Lance! Maar Aquarion die houdt toch gewoon van om Surf te gebruiken? Ja, inderdaad. Als je nou een Magikarp had... Oh, wacht. Ja. Jij hebt maar één Pokémon? Oeps. Nou, dit is weer terug op 1 op 1. Dus de enige Pokémon in Dragonite was dus een Donphan. Oh ja. Oké, dan moeten we tegen Empoleon. Dat is een waterstaal type. Dat weet ik toevallig. Surf? Lance wordt een makkie nu. Nou, dat was hij toch al. Ja, ik wil niet dat Aquarion gaat painten, dus... Livion, jij bent onze powerhouse. Jij breekt overal doorheen. Inderdaad. Maar wat is Lance eigenlijk dan voor een waardeloze trainer... dat hij denkt dat hij overal gewoon nog binnen kan rushen met één Pokémon? Nou ja, hij ging ervan uit dat het al zou lukken... als jij hem niet neer ging halen. Ik heb niemand neergehaald. Ik bedoel, tot zijn Pokémon in de weg liep omdat ik aan surfen... Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen.
Oh nee, en we zijn confused en dat is heel erg gevaarlijk voor Leafeon. Ja, inderdaad. Hoe hoger je attack stat, hoe meer schade dat doet naar jezelf als je... Maar de aanvallen die we tegen een tegenstander doen, zijn ook dubbel zo sterk. Seedra! Oké, Leafeon, wij vertrouwen in je. Focus! Je bent niet geconfused! Jij raakt gewoon de tegenstander! Goed zo, jongen! En hij ontwijkt hem. Ontwijken is geen aanval. Hex. Oké, Leafeon, dat kende een tweede keer. Kom op, dat kende een tweede keer. Goed zo, snapped out of confusion. Probleem opgelost. Dag. Doei. Seedra is niet meer in staat om te vechten. Leafeon is de winnaar. Gebruik een vecht of ground voor stroom Pokémon. Nee, ik gebruik gewoon Leafeon. Maar Lens had maar één Pokémon bij zich. En daarin dacht hij 5 Pokémon neer te kunnen halen. Nee, zo werkt het niet, Lens. Oké, nou, zullen we eens even kijken dan wat die Electrodes zijn? Ik geloof niet dat... Als het Eevees zijn, dan ben ik een heel blij konijntje, want er komen 3 Eevees tegen die we alle 3 kunnen vangen. Dat zou gaaf zijn. Ach, moeten we de Electrodes uitschakelen? Maar het zijn nog niet eens Electrodes. Ah, oh, je klinkt een beetje vermoeid. Heb ik een potion of iets? Nee, dat vind ik zielig, jongens. Vind ik zielig. Ik heb een iron voor Leafeon, want dat is al een defensive tank, dus defense mag allemaal omhoog. En een potion dan, ja. Het is niet veel, maar het is iets. Inderdaad. Ben je nou wat blijer? Oh, je bent nerveus. Ja, ik ook. Ik weet niet welke Pokémon dit gaat worden. En de nep Electrode is een... Flareon! Oh my god! Wat? Is het een Eevee of zo? Yes! Flareon! Oh! Geweldig! Nou, nu heb je eigenlijk gewoon een heel starterteam. Vuur, water en gras. Ja. De eerste 3 Eevees die we tegenkomen. Oh mijn god, wow, dit is gaaf. Oh jongens. Dit is geniaal. En het leukste is, we komen hem dus 3 keer tegen. Dus mochten we per ongeluk falen. Dan maakt dat niet uit. Al zal het jou wel lukken. Ja, ik ga nou over naar Bugger Boy. Die gaat False Swipe doen. En dan gaan we gewoon Pokémon de Pokéballs gooien. Bugger Boy. Maar ja, dat wil dus zeggen dat Waterkip helaas ons team moet gaan verlaten. Ik schrik me rot. Ik was even in staan te checken. Sorry. Oké, we zijn zover. Pokéball, go! Nou, het gaat goed met hem. Je ziet wat er voor hem staat. Ja, maar het zou ook nog een trainer battle kunnen zijn, hè? Oh ja, inderdaad. Dan kon het inderdaad niet goed gaan. Maar ja, ik heb net een Pokéball gegooid, dus dan zou die nou ongeveer ergens zien. Maar nee, dit was geen... Ik wil Flareon gewoon, ik weiger hem om met me... Maar ja, ik kan al een kwikbal, ook al geeft het nou niet het effect van een kwikbal. Je bent ze zelfs aan het redden. Want momenteel worden ze als slaaf voor energie voor je Team Rocket gebruikt. Precies. In plaats van Electrodes. Je bent ze nu aan het redden. Dus zelfs omdat je die andere moet verslaan, je redt ze alleen maar. Ik weet dat het nou geen effect heeft om een quickball te gooien, maar misschien tot we hem erin vangen, omdat het gewoon een awesome kleur is voor een pokeball. 3! Yes!
What are the odds? De pokeballen waren niet... Die was niet fancy genoeg. Ik ken het alsnog. De pokeball was niet fancy genoeg. Nou, iedereen, hashtag, name, en dan de naam. Yep, YouTube, ik knip wel eventjes naar voren toe. Jongens, dit is ook voor de code van de Legendary Bird, hè? Dus kom met een hele originele naam aan voor onze Flareon. Nou, Smikkeltje, ik hoor het dadelijk wel, dan gaan we gewoon weer terug. Hi YouTube, we zijn weer terug. Het is Firepower geworden, ingezonden door Smikkeltje. Wat ik eigenlijk een hele leuke punt vind, aangezien dat ja, via Firepower dus de machine wordt. Yep. En nu de rest van de Flareon. Wat?! Ik denk, waarom gaat in één keer andere muziek spelen? Oké, alle drie de Electros zijn random. Het is maar goed dat we de eerste Flareon gevangen hebben. Zeker, oh. Ik heb geen Omega Ruby Alpha Sapphire, dus voor de volgende. Het liefst geef ik hem aan Snoopy. Snoopy, heb jij Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, X en Y? Want ja, Smikkeltje heeft hem gewonnen en als hij hem wil geven, dan mag hij hem aan jou geven. Dus we zijn trouwens weer een legendary tegengekomen die ik niet ga vangen. Maar ik had inderdaad niet verwacht dat iedere Electrode dan een andere Pokémon zou zijn. Nee, ik dacht dat het nou drie dezelfde zijn. Oké, hij heeft nog maar 1 HP. Ik ga wel Pokéballs op hem gooien. Weet je waar, ik gooi wel de Duskballs op hem. Ik denk, waarom gaat de muziek nou in één keer veranderen, T? Ja. Natuurlijk wel enorm op, ja. Steven, als deze stream gedaan is, ga je volgend weekend weer live. Ik hoop het wel. Oh, Brave Bird. Doet dat niet, is dat niet met recoil damage? Ja. Oh, maar hij is nog niet neer. Oké, op Jaxel dan. Nou ja, hij deed natuurlijk 3 HP schade en een recoil van... Dat is 1 HP, dus dan zit hij nog niet precies op 1 HP. Ja. Alleen nog een keertje doet hij dat en dan is hij wel... Ja, zeker met Objection met 92 HP. Daarom. 2... 3... Ik haat Legendary, ja, ze vreten je ballen. Inderdaad. Nou ja, hij KO't zichzelf hier al. Ah. Ja, dat is toch weer legendary. Nou, wat zou dan de laatste Electrode zijn? Nou, dat zal een Jolteon zijn. Al was het maar waar. Nee. Het is een Silcoon. Even zo'n fake-out, even moest. Zeep, het wordt de volgende. Oké, neem hem gewoon weer mee voor de volgende. Maar toch, bedankt voor de leuke inzending, want we gaan dadelijk dan naar het Pokémon Center. En het is eigenlijk wel handig tot... Ja, je zou kunnen zeggen dat het handig is, omdat we gaan naar de Ice Gym toe. Maar ja, we zitten in de randomizer, dus ik ga er niet vanuit tot... veel ijstypes zouden hebben. Waarschijnlijk niet. En volgens mij zitten we ook nog eens een keer met het probleem dat Flareon nog niet eens een vuuraanval bij zich zou hebben. Want die lukt namelijk Ember op level 15. En als hij al die heeft niet willen leren of misschien al is vergeten, dan hebben we een Flareon die dus alleen nog maar tackle zou kunnen. Yep. En wat ik nog steeds heel erg jammer vind is dat Flareon, dat is een fysieke aanvaller, net zoals Leafeon. Maar Flareon, dat hij geen Flame Wheel kan leren. En dankjewel voor HM05. Was dat niet Whirlpool? Ja. Nou ja, aangezien dat ik deze Pokémon niet voor competitive zou gebruiken, zou ik die aan Vaporeon gewoon kunnen leren. Wat me trouwens er eigenlijk aan toe doet. Hoe zouden jullie het idee vinden als Pokémon in één keer had besloten tot in plaats van ik weet niet hoeveel nieuwe Pokémon erbij te gooien, een 5e move slot erbij te gooien?
Oh, Steven, bedankt dat je Aquarium gebruikt. Ja, die had ik expres voor ingegooid, omdat hij... Oh, Mario Play, je hebt toch iets gemist? Het spijt me, dit is geen grap. Ja, om een of andere reden... Team Rocket is niet aardig naar evoluties. Maar er is er nu eentje gered. Precies! En ook echt gered. Yay! Streamertje, jij bent zo geweldig! Ik weet niet wie met jij bedoelt, maar jij bent ook geweldig. Even kijken, in ieder geval, wij gaan dus... Move Pokémon. En daar is hij hoor. Firepower! Nou, Waterkip, hartstikke bedankt. Je had ook eventjes je item even terug. Ik weet niet welke item dat je had, maar ik wil hem hebben. Oh, je had gewoon een Max Elixir vast. Dankjewel. Ja. Waarom had jij een Max Elixir vast? Je hebt een Berry Juice. Celebi heeft een Razor Claw vast. Ik had eigenlijk wel vaker naar de items moeten kijken, want Pokémon kunnen items vast hebben. Dat was ik helemaal vergeten. Experience Share! Oké. Oké. En een Quickball. Dus we hebben Flareon gevangen met een Quickball en Bertha die bleek gewoon een Quickball bij zich te hebben. Oké. Dat is altijd handig. Wat is het sterkste en het slapste Eevee? Er is geen slapste Eevee. Dat bestaat gewoon niet. En de sterkste Eevee bestaat eigenlijk ook niet, want ze zijn allemaal gewoon awesome en supersterk. Ik bedoel, iedereen die praat over van één Pokémon, dat is de sterkste Pokémon van de wereld en al die onzin. Nee hoor. Er zijn gewoon 9 Pokémon die zijn de sterkste van de wereld. Iedere en in deze game heeft hard. Wel zo zijn counter. En iedere Pokémon heeft wel een manier om een andere Pokémon te counteren. Dus elke Pokémon zijn goed. Nou, eerst even kijken. Welke aanvallen kent hij? Oh, hij kent Ember. Quick Attack, Helping Hand, Sand Attack. Oftewel, hij heeft Tackle heeft hij weggedaan. Nou, op zich is dat niet zo erg, omdat hij kent Quick Attack. We kunnen hem wel goed gebruiken. Nou, Firepower, dan mag je gelijk laten zien wat je waard bent. En dan gaan we jou vervangen namelijk eventjes met Aquarium. Jongens, we hebben gewoon 3 evoluties. En dan ook nog eens een keertje de 3 types van de start-Pokémon. Vuur, water en gras. Oké, nou, we zitten dus hier... Oh, ijspuzzels, het lijkt wel The Legend of freaking Zelda. In andere woorden, nu pas is je avontuur echt begonnen. Oké, nou goed. De eerste ijs. Marowak, dat is... Ik ga het nog niet eens meer proberen uit te leggen. Oké, ik denk dat het hier niet zo verstandig is om Firepower gelijk erin te gaan gooien, aangezien dat... We een heleboel sterke Pokémon tegen kunnen komen en... Oh, dit kan niet goed. Oh, die raakt 2 keer. Arme Flareon. Oh. Critical hit ook nog eens een keer. Jij zit Magic... Ja. Oh. Nou, Smikkeltje, je hebt gelijk. Want Rattata, daar kun je namelijk beter gezegd hoe zwakker de Rattata... Hoe beter je daar gebruik van kan maken. Als je dus bijvoorbeeld een level 5 Rattata of zo hebt. Daarmee dan geef je hem een focus sash. Zodat als je geraakt wordt, blijf je op 1 HP hangen. Dan is er een aanval. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dan kun je dus de andere tegenstander naar hetzelfde HP brengen. Of de HP wordt verdeeld of zo. En dan hoef je alleen nog maar een quick attack te doen. En ja, je bent sneller vanwege quick attack. En je hebt dus Arceus inderdaad neergehaald met een level 5 Rattata of zo.
Alles kan. Elke Pokémon kan goed zijn. Klopt. Zolang de trainer maar goed is om te weten wat de krachten van de Pokémon is. Ja. Nou, en dan komt dus het allerleukste. Want ik las net al voorbij komen van, sorry maar, Magikarp is de zwakste Pokémon. Als je echt naar de zwakste Pokémon wil gaan kijken, dan is dat unknown. Magikarp daarentegen, die kun je zo neerzetten, op een hele leuke setup ook, dat hij, ik weet niet welk, dat hij ieder team gewoon kan sweepen. Een Magikarp. Yep. Dus, nee, Magikarp is niet de zwakste Pokémon. By far. Link Between Worlds is een leuke game. Oké, nou we gaan die ijspuzzeltjes doen. Ik ga toch heel eventjes de experience share geven aan... Flareon. Ik kan dat zeker gebruiken. En ja, het nadeel is, je gaat die Flare Blitz pas leren op level 71. Oh, wat is het toch met de evoluties die zo'n goede aanvallen pas echt extreem laat in de vierde generatie leren? Dat is een belediging. Oké, okay, nou, laten we jou nog zelf eventjes battelen. Hi! Het is helemaal niet grappig, zo'n slippery vloer. Oké, okay, wat heb die guy? Ik weet niet, elke keer als ik Kangaskhan zie, ik kan er niks aan doen, jongens. Ja. Livion, ga jij maar. Volgens mij heeft hij de aflevering van zichzelf gezien en dan gaat hij ragen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat babytje wat is bij die Kangaskhan daar zo zit, die zit ook echt zo te kijken van, mama, waarom bestaat die aflevering? Fuck ja. Quick attack, afgelopen, doei! Dit kunnen behoorlijke pittige battles gaan worden, jongens. iPhone! Hoe vaak zijn we nog niet de iPhone tegen? Deleted Link. Het is een spel die pas 4 weken uit is. Een soort van... Oh. Ja, ik weet dan welke dat hij bedoelt. Hij bedoelt Deepio. Ik ken DPO, maar ja, ik weet niet. Ik vind hem zelf een beetje tegenvallen. Misschien dat ik hem een keertje zal doen als random video. Maar ik heb tot nu toe nog genoeg video's die ik nog bewerkt en ja, tijd in moet steken. En vergeet niet. Pokémon is leuk. Is heel leuk trouwens. Als ik jou nou zo duw. Ja, dan zitten we goed. Mooi. Nee, Stefan, niet weer mijn telefoon mollen. Jawel. Een van de sterkste Pokémon is Smurgle. Aangezien zijn main move, Sketch, elke aanval die je tegenstander doet, kopieert. Hierdoor kun je in theory 1-hit combo maken. Denk maar aan Lock-on en Fissure. Ja, nee. Iedere Pokémon heeft zijn hele dodelijke combinatie. Kijk nou bijvoorbeeld naar mijn Umbreon. Als voorbeeld. Of naar mijn Espeon. Of naar mijn... Ik kan hier ondertussen gewoon dan echt alle evoluties opnoemen. Ze hebben allemaal een dodelijke combo. Oké. Okay. Gallade is misschien sterk. Maar trouwens, jij hebt een hele... Nee, jouw defense is heel erg... Sorry, nee. Flareon heeft een hele goede special defense, maar heeft een waardeloze defense. En Gallade is een fysieke aanvaller. En ik ben blij dat ik geswapt heb, want hij deed dus Slash. Slash! Ah. Mimie, ben je er nog? Het begint hier te regenen. Ben ik heel vaak de raam hier dichtgehouden. Nou, hier is het nou weer droog. En nog steeds geen onweer, jongens. Het spijt me. Ik wil dolgraag stormchasen. Noem die dodelijke combo dan opzeep. Ik ben nieuwsgierig. Nou, het ligt eraan hoe dat je je Pokémon eigenlijk traint. Ik bedoel, elke Pokémon van mij heeft een combo die heel erg effectief is. Dus, en ja, als ik die nou zo ga delen, dan kom ik iedereen dadelijk tegen bij constant. Dan hebben ze juist alleen maar Pokémon-teams. Nee. Bijvoorbeeld de combo die ik heb met Umbreon, dat is
4 aanvallen. Ik heb dan... even kijken maar wat. Moonlight. Kan vervangen worden door Wish als je die move hebt. Zorgt er namelijk voor dat je zelf kan healen. Toxic. Zorgt ervoor dat de Pokémon badly poisoned is. Protect. Zorgt ervoor dat de Toxic langer doorgaat. En als vierde move Last Resort, zodat hij toch nog schade kan doen als je alle 3 de aanvallen al gebruikt hebt. Nou, en in zo'n setup zou je dat zeker doen. Dat is gewoon een hele dodelijke combo. Ben een beetje laat, I know. Oh, dat is niet erg. Welkom. En ik haat Confuse Ray. Kom op, Aquarion, je kunt het! Geloof in jezelf! Raak jezelf nou eens niet met Surf, jongen. Hoe kun je jezelf raken met Surf? Nou ja, dan staat hij op een surfplank te surfen en dan valt hij van zijn surfplank af misschien? Nou, ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd hoe zou Surf eigenlijk er in de animatie uitzien. Komt er dan gewoon in één keer een vloedgolf totaal uit het niks? Ik weet niet. Meowf, that's right! Aquarium. Surf! Zief, zief, zoef, zoef. Tuurlijk raak jij 5 keer. Oh, 4 keer. Oké, nou ja, we krijgen in ieder geval goede experience, daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Alleen ik haat deze gym met zijn ice physics. We zijn nog in 1 ijs Pokémon tegengekomen. Je bent wel een ijs Pokémon tegengekomen. Je was volgens mij snorrend een keer tegengekomen. Ja, maar niet in deze gym. Oh. Nee, dat niet. Ik zou het helemaal niet erg vinden als we Iglesion tegen zouden komen. Nou ja, je hebt sowieso al nu de helft van een evolutieteam. Dat valt ja, niet precies. Op, dat valt niet op te klagen. Snoopy, natuurlijk mag je gewoon meedoen. Iedereen mag gezellig meedoen, dat is het leukste. Volgens mij hebben alle Pokémon gyms hun Pokémon gehusteld. Hoezo dat dan? Alles is random, dus ja, natuurlijk is alles random. Oh, ik ben er niet blij. Oh boy, Confusion, dat doet Firepower best wel veel schade. En wil jij geen copycat doen? Mag ik alleen. Oh, Quick Attack doet heel veel. Oh, nou ga jij ook Quick Attack doen, kom maar. Wauw. Kleffa die een Quick Attack doet, ik ben zo bang. Kan Charizard nou nog een keer even die wereld er is ook een Charizard die van kleur zwart en blauw is. De zwarte Charizard weet ik dat is shiny. En ja, je hebt Mega Evoluties, maar ik haat Mega Evoluties. Nog steeds geen fan van, sorry jongens. Oké, dus die moeten we... Dan kunnen we met jou vechten. Hoi. Hoi. Hoor ik nou mijn eigen echo? Hoi! Ja, ik hoor mijn eigen echo. Ik denk al. Ik denk hoor ik. Zo, een volledig geëvolueerde Zeritand. Zeritand komt nog voor in deze let's play. Let's stream eigenlijk. Geniaal. Oké, hoeveel doet Quick Attack? Oeh, nee. Oké. Pokémon swap, Pokémon swap. Schokkend. Wat wil jij ooit nog dat ze toevoegen aan Pokémon? Vijfde move. Ik denk dat het echt heel gaaf zou zijn als Pokémon een vijfde move zouden hebben. Wat denk jij nu mee? Sorry, wat zei
Als je vijfde move zou hebben in Pokémon. Nou, ik denk dat het best wel leuke strategische extra's meebrengt. Ik zou het wel zien zitten. Oké, mogelijk zouden ze sommige aanvallen moeten veranderen bij Pokémon. Omdat anders bepaalde Pokémon misschien te sterke combo's kunnen maken mee. Maar ik denk het eigenlijk niet eens. Nou, ik denk niet dat... Want je kunt maar één aanval per beurt gebruiken, dus... Ja. En de kans dat er echt zo'n overpowerde combo is... Dat je maar één Pokémon en daar... Nee, ik denk het niet eens. Dus ja, ik denk dat gewoon heel veel strategische opties opengooit. Dus ja, eigenlijk perfect naar mijn mening. Pokefusie? Nee. Pokémon moeten niet gaan fuseren. Het is geen Dragon Ball Z. Nee. Hell no. Nee, het is al stom dat ze een soort van Super Saiyan status hebben gekregen. Ja, de Mega Evolutie. Ja. Die bullshit is al er bijgekomen. Alsjeblieft niet nog eens Fusion. Ik bedoel, ze zijn constant bezig met nieuwe Pokémon erbij te voegen. Maar vergeet niet, het zijn allemaal klonen van andere Pokémon. Ik bedoel, we zitten nu op een stadium dat er meer dan 700 Pokémon zijn. En het zijn allemaal klonen van andere. Elke starter is weer een kloon van een of bestaande Pokémon of van een alstaandig die al starter die al bestond. Dus nieuwe Pokémon, ja, het zijn clones. Het zijn allemaal clones. Ze hebben een andere naam, andere vorm, hartstikke leuk. Maar probeer iets te veranderen in de game. Bijvoorbeeld zoals dat ze al een keer gedaan hebben met een extra type erin te gooien. Of wat ze bij de tweede generatie al toen deden. Tot ze de beauty contest erin hebben gegooid bijvoorbeeld. Dat vonden heel veel spelers ook hartstikke leuk. Ja, een extra move. Dan geef je ze weer iets om over na te denken. Ik zou het zelf heel gaaf vinden. Denk even aan een Magikarp met een Bellsprout. Gefuseerd. Jongens, hou nou eens op over die fusions. Not gonna happen. Creepy. Welke Pokémon is je favo na alle Eevees? Dus ik mag geen Eevee of evolutie hebben, toch al gezegd, Chikorita? Dat daarmee eigenlijk de hele Eevee-hype is begonnen. Omdat je had toen 5 evoluties en toen had ik Chikorita als starter. Maar goed, wij gaan opslaan. Wij hebben een gym battle te doen, jongens. Succes. De zevende gym. Op een Magikarp met Feebas gefuseerd. Ik ga het niet meer lezen. Screw jullie met je fusion. Screw it. Does not happen. Does not exist. Wij moeten Pyrus gaan verslaan. Met zijn ijs Pokémon. Ah, want zijn naam is ook Price, snap je hem? Er zit ijs in zijn... Nee, nevermind. Sorry. Ah. Dus hij begint met een Fortress, level 30, staal Bug-type, met de aanvallen. Waarschijnlijk Spikes, waarschijnlijk... Ik doe gewoon Ember. Oh, hij doet Bide. Oh, dat is helemaal handig. Dit doet quadruple. 1 hit, 1 hit, critical hit, wow, firepower! Wauw! Firepower heeft zoiets van... Enough! Oké, dan de tweede Pokémon, Mareep. Why a Mareep? Ik had nou al eigenlijk verwacht dat we volledige evolutie zouden tegenkomen, maar... Oké, ik ga overzetten naar een Leafeon. Goed, Mareep. Stroomtype. Static. Ding is voor een ability. Level 32 met aanvallen, Thunderbolt, Thundershock, Cotton Spore en ik boeit me helemaal niks, want ik doe gewoon Razor Leaf en daarmee houdt het op. Is het genoeg? Ja hoor, critical hit! Maar dat komt door de whole item, denk ik. Nou, dat zijn al twee Pokémon neer. Laatste Pokémon is een... Mr. Mime! Mr. Mime. You are quite a trainer. Goh. Mr. Mime level 34 met aanvallen. Reflect, Psygis, Confusion en Confuse Ray, denk ik. Weet ik veel.
Oh, dat doet niet veel. Oeh. Dit kan een probleem worden. Iron Tail? Oeh, het kent Psybeam. Hallo, ik heb je ontdekt omdat ik zocht op YouTube Super Mario Bros. 3 Dutch en zag ik jouw aflevering. En toen ook de hele Mario Galaxy. Ah, leuk dat je het leuk vond. Oh, je hebt een citrusberry. Daar ben ik minder enthousiast over. Psybeam doet best wel veel schade. Ik weet nu zeker, Skype is gewoon vandaag in ieder geval bij mij enorm aan het falen, want ondertussen versta ik nog maar een kwart van je zinnen. Sorry! Kwam die goed over? Die kwam wel goed over, beter gezegd de hele zin nu. Maar het is iedere keer de ene zin die valt bijna helemaal weg, een andere zin half weg en de andere zin die klinkt weer helemaal perfect. Misschien heeft het te maken ook met dat ik aan het livestreamen ben ofzo, ik weet niet. Ja, mogelijk. Maar Skype die heeft de laatste tijd best wel veel Wil jij niet zo mijn critical hitten, stomme Mr. Mime? Waarom moet Mr. Mime nou weer de grootste probleem geven? Oké, ja, reflect. Weet je wat? Op Jaxel, jij maakt het af! Hyper Potion! Prima. Sword Dance. Nee, maakt niet uit of defense omhoog is gegaan. Wij doen namelijk onze Sword Dance omhoog. Waardoor dat onze attack hoger gaat. En dat doen we nog een keer. Oh, en nou ga je een substitute gebruiken. Geloof het of niet, maar die Galaxy in World S en dan met die Twomp, dat deed ik echt 5 jaar... Oh, ik heb die reactie gelezen toevallig. Ik had die reactie daarover gelezen. Oh, Oh, het heeft zo'n rot combo. Ik heb in ieder geval, ik had die comment wel voorbij zien komen dat iemand in de 5 jaar erover had gedaan. Ja, maak je eigen HP maar op. Ik wou het ook Hyper Voice had. Oké, goed. Hij blijft gewoon substitute gebruiken, dat is dom. Ja, dat was de jouwe, dat weet ik zeker. Want je zegt precies hetzelfde als die reactie die ik binnen had gekregen. In ieder geval deze Mr. Mime, die is dus gerandomized, maar die heeft een enorme goede move combo. Maar gelukkig komt hij niet er doorheen, want hij heeft maar 1 aanval en dat was een psychische aanval. En die heeft geen effect op Jaxel, dus doei, doei. 4 Pokémon gewoon gebruikt ervoor. I'm impressed by your powers. With your strong will, I know you will overcome all life obstacles. You are worthy of this badge. We hebben de Glacier Badge. Ik heb er gelijk bij, jongens. Zo. En ik heb vandaag eindelijk Super Mario Bros. 3 voor Wii U. Ah, dat is gaaf. In ieder geval, wij hebben de Glacier Badge. Wat zijn die badges eigenlijk klein als je dat over nadenkt? Ja, ze worden helemaal extreem ingezoomd op de camera. Het zijn gewoon kleine badges. Ook in de anime zijn het ook kleine badges. Dus dit is eigenlijk een best wel goede skill van de anime, hoe dat ze de badges laten zien. Ik ga hem niet opspelden, jongens, daar heb ik nog geen zin in, daar ben ik te lui voor. En we hebben TM07. Een van de eerste Nederlandse Mega Mans. Hè? Zeeps Nederlands commentary. Oh, en we hebben hagel. Dat is handig voor een Glaceon als we een Glaceon zouden hebben. Nou, gewoon het teken dat je binnenkort er eentje tegen gaat komen, joh. Nee, ik kan ZP door Minecraft die mod. Oh, modded Minecraft. Heel klein. Wat is zo? Oh, nou,
ei is niet echt heel klein. Het zijn eigenlijk, want ik heb hier de rest heb ik gewoon ook opgespeld. En het is eigenlijk op best wel grote. Zeepie, how are things going? Slecht, jij belt mij. I called because something weird is happening with the radio broadcast. They were talking about Team Rocket. You know, the one that had an Eevee and later on had an Umbreon. Zeepie, do you know anything about it? Ik haat ze. Dat weet ik. Maybe Team Rocket has returned. No, that just can't be true. Sorry to bug you. Take care. Bug you. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Ik wil nog heel even kijken of we nog één spek van gras tegen kunnen komen met wat random encounters. Misschien dat we nog een Eevee tegen kunnen komen. Wie weet. Of een Magikarp. Dat zou ook leuk zijn. Minecraft craft met die T's like en sub. Hè? Wat? Geen idee. Dat klinkt een beetje als bullshit. Nou, sowieso, ik doe het niet voor views en subs en noem maar op, want dat hebben ze tegenwoordig met... Oh, we mogen die route niet in verband met dat hij blijft zeuren totdat we langs Team Rocket zijn gegaan. Dat zijn ik weet niet hoeveel random battles. Maar die bewaar ik voor de volgende keer, jongens. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Wil je een keertje bij de livestream aanwezig zijn? In de beschrijving staat een link waar je op kan klikken. Dan kom je bij Twitch uit en dan kun je op klikken. Dan kom je bij de Twitch-pagina uit, kun je followen. En wanneer dat we live gaan, krijg jij een melding. En dan kun je een keertje live misschien aanwezig zijn. Voor de rest bedankt jullie voor het kijken en hopen jullie allemaal te zien bij de volgende video. Mimé, leuk dat je er weer bij was. Ja, het was heel gezellig. En tot de volgende livestream, jongens. Doei! En dan noemen we dat ook natuurlijk...